Een food and beer pairing. Het samenbrengen van bier en een gerecht. Met triple bier, dat is een cadeau. Triple, dat is een geraceerd bier. Dat, zeg je, die een typische hoge gistingssmaak die daarin terugkomt, die nerveuze hoge gistingssmaak, daar bezwijkt elke biergroepie voor. Met de triple van Kasteel, van de Castle Brewery in Engelmünster, gaan wij nu een gerechtje maken, een heel klassieker van onze Belgische keuken ook. Een tong op zijn ostens met wat garnaaltjes en wat mosseltjes en wat krap. En een lichtjes geroomd sausje. Zo'n krap, best zorgen dat je die vers en levend koopt. En dan kookt. Wat wij gaan gebruiken is, we gaan die poten uitpellen. Dus even stikken. Breken feitelijk. En dan zijn er van die heel handige haakjes. En daar haalt je dan gewoon dat pootje mee uit. Zo. Voilà. En dan gaan we die inhoud van die schaal, van de kop feitelijk, wat ze de crème noemen, gaan we eruit lepelen en die gaan we straks in de saus gebruiken. We gaan er een beetje spinazie bij maken. Deze is alleen maar gewassen. Moet altijd doen. Wassen tot er geen zand meer uitkomt. Moet je niet meer doen dan een bodempje, 1 centimeter water, in een pot. En dan laat je die pot volop op hoog vuur vertrekken. En dan moet je feitelijk niet meer doen dan onder deksel die spinazie even doorkoken. We zetten er een dekseltje op, iets lager vuur en dan zo 5-6 minuutjes. En dan gaan we ons al bezighouden met onze zeetong. De zeetongen die zijn gekuist. We gaan die klaarmaken in een kooknet in de oven. Klein beetje inboteren, dat we zeker zijn dat die zeetong niet aan de ovenplaat kleeft. We leggen die tongen erop. En we hebben hier gewoon een beetje kippenbouillon. We gaan gewoon zorgen dat die tongen praktisch onderstaan. We gaan die in een warme oven schuiven, een oven van 180 graden. Je gaat er zo ongeveer een kwartiertje in. Zo, spinazie is klaar. Spoelen die af met wat koud water. Dat is feitelijk vooral om de kleur te fixeren. Omdat als je dat niet doet, dan worden die bruinachtig. We gieten die nu door een vergiet. Kijk zo. In feite de ideale manier om dat droog te krijgen. Gewoon even uitnijpen. Zo. Zo. We gaan ons nu met de mosseltjes bezighouden. We gaan die mosselen in de schelp laten. En dat schikt heel mooi op een bord. We gaan gewoon een beetje water in een pot en een klein beetje boter erbij. En dan, als we nou nu zo een mossel of 6, 7, 8 uithalen, dan hebben we er zeker voldoende. Boter en water mengen, als je dat kookt, dan doen we de mosselen erin. We zetten er even een deksel op. We gaan al wat mosselsap, want dat gaan we mee gebruiken in onze saus. Dat is heel pittig van smaak. In een sauspannetje doen. We gaan, dat hadden we er straks gezegd, dat we die crème van die krab ook mee voor de saus gaan gebruiken. Dus nog eens even grove mes erin. En dan mag dat er ook bij. Voorbereiding voor onze Hollandaise saus. Kookroom, dus room met een redelijk hoog vetgehalte. En dan houden we dit even opzij totdat onze tongen gaar zijn. We gaan het kooknet van de tongen mee gebruiken om hier saus mee te maken. Wat we ook al gaan klaarzetten, heel simpel, dat is onze spinazie. Klein beetje boter in een pot. Even die boter laten smelten. We gaan ons mes in de spinazie zetten. Zo. Nu op die spinazie een klein beetje peper en zout doen. Wordt ook dikwijls qua nootmuskaat opgedaan, maar ik vind eerlijk gezegd in deze combinatie dat nootmuskaat nu niet direct op zijn plaats is. Zo. Dat hebben we ook klaarstaan. We gaan eens kijken wat die zeetong zegt ondertussen. Zo. Kijk, hier van boven aan de tong zijn die filets losgekomen van de graad. Dus we zijn nu zeker dat onze tong klaar is. We gaan onze zeetong eruit halen. Je kunt hem gemakkelijk met een vork en je steekt gewoon in die graad. Dan heb je die altijd helemaal mee. Zo.
Ja. En dan gaan we een deel, een kooknet van de tong, gaan we gebruiken voor onze vissaus. En dat gaan we flink laten inkoken. En dan, als die tong gaar is, gaat dat perfect met een lepel. Zo. Dan leggen we zo'n filet erop. De andere filet ernaast. Spinazie gaan we gebruiken om in de tong te leggen. Kijk zo. Die bovenste tongfilets, die leggen we feitelijk met de binnenkant naar boven. Dan heb je een mooier aspect dan dat je ze met een buitenkant legt. De saus is ondertussen voldoende ingekookt. Steken die door een ziftje. Zo. Dan houden we die nog even warm hier. Dan gaan we de finishing touch aan zo'n saus. Liaison. Liaison is feitelijk een combinatie van eierdooiers. De eierdooiers die binden mee en die geven een hele fijne smaak aan de saus. En daar wordt een heel klein beetje room bij gedaan. Voilà. Omdat die eierdooiers, als je die zo in de saus kapt, dan schiften die. Dan zijn die weg. Voilà. Dan is de bedoeling dat je dat er in een filet ingiet, anders heb je inderdaad roereieren. Nu gaan we het bord helemaal afwerken. We hebben hier die mosseltjes klaarstaan. We gaan die in de schelp houden. Zo. We hebben onze krabscharen en dan de garnaaltjes. Een beetje ertussen. En dan is het laatste dat we doen, is de saus erover naperen. Tong op zijn ostent, een monument van onze Belgische keuken. We hebben hier een monument van een trippel. Prachtig bier. Grote vraag, food and beer pairing. Wat gaan die twee samen doen? Dus we gaan al zeker onze fles open doen. Die hoor ik altijd graag. Je ziet dat al bij het uitschenken. Die bubbels, die parels, die spurten echt naar boven. Dat is prachtig gemaakt. Er zit een magnifieke kol op. Nog eens even alles samen proberen. Een stukje vis, een beetje garnaal, zeker een beetje saus. In de mond houden. Een body ook, er zit alcohol achter. Dat is bier. Hè. Trippel, dat is mijn bier. Dank u wel, lieve brouwers van Ingelmünster.